farmaceutische zorg boven ijsziekenhuis. Goed, ik schrijf u weer het medicijn voor, wat ik de vorige keer ook heb voorgeschreven. Dat moet u dan 1 keer per dag nemen. En dan kunt u daarna even aan de balie de vervolgafspraak maken. Als een patiënt een geneesmiddel nodig heeft, moet een arts eerst een recept uitschrijven. Dank u wel. Dit elektronische recept wordt nagekeken door een apothekersassistent. Als er vragen zijn over het recept, bijvoorbeeld over de dosering, of als het geneesmiddel niet tegelijkertijd met andere geneesmiddelen kan worden toegediend, overlegt de apotheker met de arts. Sommige geneesmiddelen liggen niet kant en klaar op voorraad, maar moeten op maat voor de patiënt worden bereid. Het bestellen van geneesmiddelen is grotendeels geautomatiseerd via een verbinding met de eigen groothandel. In de goederenontvangstruimte wordt gecontroleerd of de juiste geneesmiddelen zijn geleverd en of ze aan alle eisen voldoen. Pas daarna worden de geneesmiddelen aan de voorraad in het magazijn toegevoegd en mogen ze voor patiënten in het ziekenhuis worden afgeleverd. Het bereiden van geneesmiddelen vindt plaats in de bereidingsruimte. De bereidingsruimte is een zogenaamde clean room. De luchtdrukken, temperaturen en de luchtvochtigheid in de bereidingsruimte worden gecontroleerd met behulp van een beeldscherm. Er worden aseptische bereidingen gemaakt met risicovolle stoffen, zoals chemokuren, en niet-risicovolle stoffen. De bereidingen die hier worden gemaakt zullen bij de patiënt via de bloedbaan worden toegediend. Ze worden aseptisch bereid om te voorkomen dat er micro-organismen, zoals bacteriën, in het product terechtkomen, waardoor de patiënt een infectie zou kunnen oplopen. De ruimte in de bereidingsunit worden gescheiden door verschillende sluizen. Er zijn sluizen voor medewerkers en sluizen voor goederen. De apotheekmedewerkers dragen speciale kleding en volgen strikte procedures. De lucht in de bereidingsruimte moet dan ook zo schoon mogelijk zijn. Na afloop van de bereiding wordt gekeken of de microbiologische omstandigheden juist waren. Alle toebehoren worden gecontroleerd door een tweede medewerker. Hierna gaan de goederen via een doorgeefsluis naar de bereidingsruimte. Bij binnenkomst worden de handen gewassen. De beschermende muts gaat op, de handen gedesinfecteerd, de oversokken, rode plastic klompen en de handschoenen gaan aan. Na elke bereidingssessie wordt de kast schoongemaakt en krijgt deze de status schoon. De bereide producten worden via de goederensluis in quarantaine geplaatst om te worden vrijgegeven door de ziekenhuisapotheker. De vrijgifte is de laatste stap in het farmaceutische traject. De vrijgifte vindt plaats in de quarantaineruimte. Deze ruimte is strikt gescheiden van de andere ruimtes. Wanneer het product aan alle eisen voldoet, wordt de sticker vrijgegeven op het product geplakt. En is het product klaar om aan de patiënt toe te dienen.
transport van de chemokuren wordt altijd door de apotheek gedaan. De afdeling krijgt de kuren op een afgesproken tijd. De chemokuur wordt op juistheid gecontroleerd en het gewicht van de infuuszak wordt bepaald. Na het toedienen krijgt de patiënt het recept voor de thuismedicatie in hand. Hoi, het zit erop, hè? Nou, het lijkt wat fijn voor u, ja. Lekker weer naar huis. Ja, maar u krijgt nog een recept mee. En dat moet u 2 keer per dag mag je dat gebruiken. Dat is voor tegen de misselijkheid, is dat eigenlijk. En niet wachten totdat u misselijk bent, want dan is het eigenlijk al te laat. Oké. Goedemiddag. Ik wil graag... De patiënt bezoekt de polyklinische apotheek van het Boveneiziekenhuis. Een robot zoekt snel en effectief het juiste geneesmiddel uit de voorraad. De apothekersassistent hoeft slechts het etiket erop te plakken, een controle te verrichten en de patiënt ontvangt de medicatie met de benodigde uitleg.